Kijk, in elke mens, hè, er is een dier. Echt? Ja, natuurlijk. Mensen zijn dieren, toch? Mensen zijn dieren. Mensen zijn toch dieren? En welke dieren ben jij? Ik ben een hond, ja. Oh, koetje, 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 koetje. En jij? Wat voor dier ben jij dan? Ik ben een vogel. Wanneer voel je jouw grens? Is er een grens? Ja, ik denk wel dat we grenzen nodig hebben. Ja, absoluut. Denk je dat? Ja. Door grenzen af te... Dat was echt een hele leuke tent. Het is een restaurant. Het is geen tent, het is een restaurant. Kom. Ja, wij noemen alles tent. Blauw is eigenlijk mijn lievelingskleur, blauw. Blauw? Ja. Ik heb een beetje angst van blauw. Kun je dingen niet benoemen, alstublieft? Maar we moeten het gewoon benoemen. Waarom niet? Waarom? Je gekwetst een beetje, toch? Ik ben helemaal niet, nee, ik ben niet gekwetst. Jawel, ik zie een beetje pijn in. Jij gebruikt heel vaak het woord poëtisch. Wat bedoel je daarmee? Alles die bladeren die vallen en de kleur veranderen, vind ik heel poëtisch. Maar heel veel mensen vinden dat niet meer poëtisch, hè? Maar ik wel, hè? Ja. Dat is genoeg. Ik vind poëtisch als je met één beeld of met één woord heel veel beelden en heel veel woorden kan oproepen. Ja, dat is heel poëtisch, heel mooi, dankjewel. Waarom zeg je dat nou twee keer eigenlijk? Zodat je mij kunt begrijpen. Maar ik begreep je al, hoor. Begreep je mij? Ja, ik begreep je meteen.